Ja, je zit aan tafel, je ziet ja, drie toch grote acteurs, Wim Wellaert en Sam Loeik, die in, op internationaal niveau al toch heel wat films gemaakt hebben. En Gilles heeft al heel wat werk verricht met zijn kortfilms en Beverhem. Maar hij blijft natuurlijk een jonge regisseur tegenover deze grote namen toch. Maar je voelt zo die gedrevenheid en die passie bij Gilles die eigenlijk dat overbrengt bij zijn acteurs. En eigenlijk was dat heel mooi om te zien op de set. Want eigenlijk het was toch wel een zware tournage fysiek. Echt letterlijk. Ja, je voelt ook zo die kracht. Ze zeggen ja, de regisseur is de motor van een productie, maar bedoel, ja, bij hem is dat toch wel heel erg zo. Ik bedoel, het is echt wel iemand die zeer gedreven was eigenlijk op de set en echt ja, je voelde dat die film voor hem zeer, zeer belangrijk is. Van de eerste dag tot in, ja, ook in moeilijke momenten soms. Ja, is toch wel een van de zwaardere tournages geweest dat ik wel meegemaakt heb. Zo winter, ook veel zieken op de set. Het was echt wel alles samen, zo, ook wat dat thema wat dat we brachten. Maar heel schoon allemaal, weet je wel. Hij maakte er van alles iets heel schoon van en eigenlijk iedere keer had je het gevoel van ja, we zijn iets met iets heel schoon bezig. En ja, ook nu zo met die tentoonstelling ook zo, het feit dat hij hier vandaag ook is en dat hij vindt ook alles belangrijk, zo alle aspecten van de film. Dus ik denk dat die foto wel die gedrevenheid en die passie zeer goed uitstralen. Ja, je ziet dan ook de gezichten van de acteurs. Bij een typisch bord, kervelsoep en een pint ernaast. Dus, en dan zie je ook het script erbij liggen. Ja. Maar ik heb eigenlijk niet gelezen wat erbij staat. Wat zijn verhaal is. Dat is misschien wel grappig. Want het is eigenlijk wel, mijn verhaal is altijd wel iets anders dan zijn verhaal. Dus, maar dat is ook juist goed dat de twee aan elkaar gekoppeld worden met deze tentoonstelling. Dat eigenlijk, ik heb hem ook niet gezegd van mijn visie, wat mijn gevoel was op dat moment. Ik heb hem eigenlijk vrijgelaten. En ik vind het ook juist mooi, die combinatie van eigenlijk de regisseur die zijn verhaal vertelt bij beelden dat hij dan achteraf terug ziet, want ook bij niet alle beelden was hij zelf bij. Dus soms waren er ook beelden bij, of zijn er beelden bij, ja, dat hij eigenlijk op dat moment met iets anders bezig was. En ja, die combinatie heeft daar wel zeer goed werkt om te bekijken eigenlijk. Dus, ja. Ja, ja, ja. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be.